Hallo allemaal, een hele goede avond en welkom bij weer een hele toffe nieuwe e-workshop van 0 tot Live. En wij zijn vandaag natuurlijk helemaal niet alleen, maar we hebben heel veel te doen en hele gave nieuwe art te laten zien. Helaas is Selina ziek vanavond, maar die wordt overgenomen door onze lieve Jessica, vanuit de beterschap Selina natuurlijk. Dus daar komen we gauw weer op terug dat we een nieuwe date met Selina maken, maar vanavond hebben we Jessica. Maar voordat we Jessica gaan laten zien, gaan we eerst beginnen. Ja, en zoals ik al zei, natuurlijk ben ik niet alleen vanavond, maar is ook onze hele lieve Jess aanwezig. Hallo Jessie. Hallo, hallo allemaal. Super fijn dat jullie kijken. Inderdaad, Selina die zou eigenlijk op deze plek zitten, maar is helaas ziek, dus ik neem voor haar waar vanavond. Selina ging natuurlijk een heel mooi design maken, mooi spring design. En toen dacht ik, ja, wat zal ik dan gaan maken? Dus ik ga vandaag vlinders maken. Ja, en wat voor vlinders. Ik heb ze allemaal mogen aanschouwen natuurlijk. En dat wordt heel mooi. Met een klein knipoogje nog even naar Selina, om er toch een beetje erbij te zetten vanavond. Heb ze daar nog iets leuks mee gedaan, Jess? Ja. Maar ja, ik denk dat we eigenlijk een beetje al kunnen gaan kijken wat je gaat maken toch, lieverd? Zeker weten. Ja, inderdaad. Leuk dat je erover begint, dat kleine knipoogje. Want Selina die had natuurlijk dat Miu-beertje, heet het, hè? Dat hele schattige beertje. Dan dacht ik, nou, dan vind ik het wel leuk om die te laten zien, in ieder geval hoe ik hem dan maak. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Een snelle cartoon. En laten we maar gewoon gaan beginnen en naar Topshot gaan. Ik heb al op mijn champagne yellow ondergrond, ik heb deze 2 keer gelakt. En hier overheen zit de extreem matte top. Ik heb er al een kruis op gezet, zoals je ziet. Dit is voor mij de guideline hoe mijn beertje gaat worden. Dus hier ga ik... Een soort midden van het gezichtje, als het ware. Ja, ja, dit is zeg maar het midden van het gezichtje. Mm-hmm. Dus nou, zo kun je ook heel makkelijk cirkels maken. En dit is een beetje een ovale shape. Ja, en dan kan je ook de oogjes uitmeten, het neusje en het mondje. Precies. Heel veel mensen vinden dat toch lastig en ook rondjes heel lastig om te maken. Maar als je een kruisje zet en dan eigenlijk je kruisje volgt, dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Ja. Net onder het midden komt het begin van zijn snuitje. Die loopt ook een beetje ovaal. En ik doe dit gewoon met een potlood. Trouwens ook een heel speciaal potlood, want deze heb ik gekregen van onze distributeur uit Frankrijk. Ja, ziet er cool uit zo. Heel blij mee. Het lijkt nu een beetje op een ninja turtle. Met een potlood. Wat zeg je? Het lijkt nu een beetje op een ninja turtle. Ja, dat is ook leuk. Ook leuk. Ja. Ah, sorry. Ja, nee, oké. Snuitje en dan hier komt het neusje. Maar dit is eigenlijk, dit ga ik straks helemaal kleur geven. Dus het is meer een idee van, oké, ik zit goed. En dan zullen hier dan die oogjes komen. En dan de oortjes, hè. Maar je ziet het meteen al. Ja. Kleine schattige beertje. Hmm. Eén oortje en de andere kant aan die kant. Nou, veel beterschap, Selina. Heel veel ja, hallo veel allemaal. Beterschap. Ja, het is altijd vervelend. Zeker, zeker. Nou heb ik eigenlijk het hoofdje gemaakt. Ik heb hem ook vrij, eigenlijk bewust een beetje beneden de tip gezet. Zodat ik eigenlijk alleen maar één armpje hoef te tekenen, de andere valt hier achter. En dan heb ik vrij snel een cartoon gezet. Deze ga ik kleur geven. Ik werk nu op de champagne yellow, dus een vrij lichte kleur. Een Miu beertje is natuurlijk grijs. Als ik gelijk met mijn grijsje overga, wordt hij toch niet zo grijs als dat ik hem graag wil hebben. Dus ik wil hem iets lichter. Vandaar dat ik hem nu eerst helemaal wit ga maken. Met de White Stripe Gel Polish. Heel dun, dat is belangrijk. En daarna ga ik dan mijn kleur aanbrengen van in dit geval de grijze kleur. Dus laten we daarmee beginnen. Ik heb al wat Whitest White Gel Polish op mijn palet gelegd. Ik pak mijn detailen 3. En ik pak wat aan mijn penseel. En ik ga lekker schilderen. Dus in principe gaan we nu eigenlijk alles wit maken. Dus je hebt geen last meer van het gepotloden ondergrondje? Nee. En als je nou bijvoorbeeld toch zoiets hebt van, ik ben eigenlijk iets te groot aan het schetsen. Als je wit is uitgehard, kun je altijd even wat prep en wipe aan je nail wipe nemen. En dan kun je deze schetslijntjes die je nu nog ziet,
Die kun je dan heel mooi weghalen. Slim. Het is nu dus echt heel belangrijk dat je dun werkt. En dat je ook niet te hard drukt met je penseel. Want al die streepjes die ga je weer terugzien als het helemaal is uitgehard. Ja, je blijft het dus wel een beetje doorheen zien. Nu nog. Ja, ja, ja. Maar ik ga zo meteen met mijn penseel er een beetje in. En dan egaliseer ik hem. En je zou desnoods nog een beetje bij kunnen pakken als die eerste laag is uitgehard. Want je wil dit echt niet te dik. Dan krijg je uithoudingsproblemen natuurlijk. Helene Rousseau zegt, op deze manier kan ik denk ik ook wel een beertje maken. Hele supergoede uitleg. Ja, maar dit is echt wel te doen hoor. Het is echt ook leuk om te maken. Nu maken we hem grijs, maar je kunt hem ook bruin maken bijvoorbeeld. Dat vind je een heel ander leuk, schattig beertje. Of zo'n kerber, zo'n roze van vroeger, weet je nog? Of zo'n troetelbeertje. Zo'n troetelbeertje, ja. Ik zeg het op zijn Engels, maar inderdaad, een troetelbeertje. Oh ja, dat is een kerber. Duh. Nou, nu ga ik eigenlijk alles helemaal inkleuren. En dat ga ik dan 30 seconden uitharden. Hè? Ja. Nou, ik had er al eentje voorbereid. Dan ziet hij er zo uit. Oeh, kijk. Okay. Je ziet het schatje inderdaad zo heel zacht. Ik pak een heel klein beetje bezemtop. En ik ga nu een pompende beweging al mijn witte pigment uit mijn penseel halen. En ik rol hem leeg over mijn brush of je nail wipe. Zodat je straks je grijs ook echt grijs is. Ja, je ziet het er heel goed uitkomen ook zo uit je penseel. Heel mooi. Oké. Okay. Let's go back to the bear. Nu kun je twee dingen doen. We hebben het snuitje, hebben we nu ook helemaal wit gemaakt. En de binnenkant van de oortjes, die zijn allebei wat lichter grijs in vergelijking met de rest van het gezichtje. Misschien dat je het lastig vindt om van donker naar licht te werken. Dus misschien is het handiger als ik nu mijn whitest white alvast door, dit is de Cool Grey Gel Polish. En als ik daar een mixje van maak, krijg ik natuurlijk lichter grijs. Door eerst het snuitje te maken. Dan heb je wederom die guideline te pakken. En dan kun je de rest lekker inkleuren. Dus, een beetje in een ovaaltje. Mm-hmm. Voor zijn doppie. Een klein doppie. Nou, Kimberly Jansen zegt, voor Jess is dit had ze flats, maar ik jank, zegt ze. Ja, komt goed. Nou, dit kun je het ook hoor. Zeker. Nou. Oh, en Pepijn zit mee te kijken. Hij zegt, hallo allemaal. We zitten mee te kijken. Oh, even terug vanuit ons huisje, of vanuit ons hotel. Met z'n zessen, dus ook met Sarissa en Jaap. En het hele team is mee, dus hartstikke leuk. Nou, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie kijken. Echt gezellig. Ja, heerlijk. Ik heb hem ondertussen even 30 seconden in de lamp gezet. Gelegd. Leuk dat jullie kijken. Helemaal gezellig, lekker samen. En ik ga nu, ik heb dat lichte kleurtje gepakt, hè. Ik ga nu verder met die cool grey, dus de donkergrijze kleur. En wat ik nu ga doen is eigenlijk een soort outline in het beertje zetten. Want ik wil hem niet helemaal egaal grijs. Ik wil hem een beetje donkerder aan de buitenkant en wat softer, lichter grijs naar het midden toe. En dat ga ik doen met behulp van bezemtop. Dus kijk maar mee. Nou, ik pak eerst Cool Grey aan mijn penseel. En ik volg eigenlijk ga ik de Twilight Zone ga ik nu maken. Hmm. Alleen dan in een cartoon. En strakjes gaan we ook nog vlinders maken. Ja. Yeah. En dat doe ik eigenlijk ook met deze techniek. Ja. Dus een Twilight Zone, zodat ik eigenlijk wel overal dezelfde kleur heb. Alleen verschillende gradaties van dezelfde kleur. Dit is ook eigenlijk grappig, hè? Oké. Okay. Bezemtop. Een soort haarbandje heeft hij nou in. Ja. Nou, Lenka Ondrisikova zegt, hi girls, I love those cartoony designs. Nou, die bezemtop, die trek je dan richting het midden. Sheila van Straten zegt, op deze manier is strijken erg leuk. Ondertussen Nilt ook live kijken op de grote tv en tegelijkertijd strijken. Ja, dat is een hele goede combinatie natuurlijk, Sheila. Oh. Heel handig. Ja, superleuk. Zo kom je de avond wel door. Precies.
Oké. Nou, dit doe ik heel eventjes in de lamp. En ik ga eigenlijk nu alleen nog kleur geven aan de onderkant. Het armpje en de kleine oortjes. Die worden dan wel echt grijs-grijs. Dus daar ga ik even mee verder. Misschien dat Deborah vragen heeft of opmerkingen. Nou, laten we eens even gaan kijken wat jouw huiswerk gaat worden, lieve Jess. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want jullie gaan ze echt nog zien hoor, vanavond, de vlinders. En het huiswerk is voor Jessica, dat is zijn. Maak minimaal 2 vlinders waarvan 1 vlinder voorzien is van een special effects. Dus door middel van flakes en met tenminste 3 kleuren in de vleugels. En dat kan van alles zijn en dat laat Jess uiteraard dadelijk nog eventjes aan jullie zien. En dan gaan we even naar de regels die we daarvoor hebben. Je hebt 2 weken de tijd, dus tot 11 april om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Spring Butterfly staat. Als er ergens anders, dan kun je het niet naartoe sturen. Mochten er nog verbeterpunten zijn, dan neemt Jess in dit geval contact met je op en krijg je absoluut nog een herkansing. Vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen en geen filmpjes. Dus duidelijke step-by-step foto's, geen filmpjes. Want anders dan komt het niet helemaal goed over en dan kunnen we het niet goed beoordelen, helaas. Dus dat zou jammer zijn. Even kijken of we nog iets leuks hebben. Welke kleur geel heb je gebruikt? Was het champagne yellow? Nou, letters zag het ook, geloof ik. Even kijken. Ja, leuk. Oh. Moeten het ook vlinders zijn, Jess, en niet zo'n lief beertje? Of een beetje een combinatie? Nee, het moeten wel vlinders zijn. Echt dat vlinders, sowieso. Hè? Ja, dat sowieso. Het beertje, dat is eigenlijk meer een knipoogje naar Selina de beertje. Omdat zij hem helaas niet kon maken, denk Jess, nou ja, dan hebben jullie toch het beertje, want iedereen vroeg er best wel naar. En dan daarna combineert Jess het nog heel tof met hele mooie vlinders. Och, die zijn zo mooi. Aan het eind van de rit, die gaan jullie allemaal wel zien natuurlijk. En iets heel belangrijks, want we hadden het huiswerk, we hadden de regels. Maar wat krijg je als je dat allemaal gevolgd hebt? De prijs! En de prijs is, dat zijn 3 van de nieuwste kleuren gel polish. Echt prachtige kleuren voor het voorjaar en de zomer en wanneer dan ook. De Red Glass, de Black Concentrates en de Flakes. Nou ja, we kunnen eigenlijk niet leven zonder flakes. Toch, Jess? Nee, dat gaat niet. We kunnen niet leven zonder flakes. Dus ja, ik denk dat we dat sowieso een hele goede prijs voor hebben. Maar wat gaan we volgende week doen? Aankomende maandag, 4 april. Ik weet het, want dan ben ik. En ik ga jullie weer een ander soort techniek met de cat eye gels laten zien. Voorheen hebben we natuurlijk die cat eye workshop gedaan met 36 magneten. En nou ja, de hele toestand, de hele shebang. En aankomende maanden ga ik hem weer op een ietsje andere manier laten zien. En ook met weer wat andere kleuren. Dus dat is wel tof, maar dan zijn we er nog niet, want we gaan april in. En dan beginnen we natuurlijk met mij, maandag 4 april, met de cat eye. Dan hebben we de week erop, jawel, het super duo. Pepijn en May gaan samen op maandag 11 april een Blushed Advanced Refill techniek laten zien. Dat is een van de nieuwste technieken die er is op blush niveau. Nou, het is echt fantastisch. Als je dat ziet, top. Super, super, super. Maar dan hebben we er nog eentje en dat is de afsluiter van de maand april. Dag na het event van ons. En dat is Demi Art op maandag 25 april met Winnie the Pooh Disney Cartoons. Dus dat belooft wel weer heel veel hè, voor april. En we zijn er natuurlijk niet elke maand, omdat ook Pasen nog ertussen zit. Dus we slaan even 1 keer een maandagje over. Maar ja, we hebben nog zoveel te doen in april dat jullie er echt wel doorheen komen hoor. Dat komt helemaal goed. Hoe ver ben jij inmiddels, lieve schat? Nou, ik heb eigenlijk mijn beertje nou helemaal kleur gegeven. Ik wil er nog een klein special effectje aan geven. Daarvoor gebruik ik, ik was even aan het zoeken op mijn tafel, Magic Pigments. En dan de zilveren. Want het is een beetje grijs, hè, zilvergrijs. Dat vind ik wel leuk als het beertje een heel klein sparkeltje heeft her en der. Dus ik pak even een droge detailer 3. En ik gebruik de plaklaag van de gel polish. Dat gaan we straks ook doen met de vlinders. Mag het eventueel met stempels, Jessie? Of moet het handgeschilderd zijn? Of een beetje beide? Ja, nou ja. En de moeilijkste niet, dat weten jullie. Zolang het maar grote stempels zijn. Want de vlinder die ik zo ga maken is ook groot. Hij is eigenlijk full cover. En in principe is dat ook niet zo lastig om te schilderen. Dus ik zou het heel tof vinden als je toch gaat proberen handpainten. Ja. Want ik laat het je stap voor stap zien natuurlijk. En als je een stempel pakt, dan gebruik je eigenlijk de outlines. Dus dan ga je hem zelf helemaal overschilderen. Eigenlijk met de techniek. Maar dan heb je in ieder geval al hoe de vlindervleugel moet gaan staan. Dus tot zover, ja, dan kan het zeker wel. Maar ja, probeer gewoon, want het valt echt wel mee hoor. Absoluut. Oké,
gaan we even naar Topshot. Dat is mijn beertje. Oh ja. En dan heb ik hier een heel klein beetje Magic Pigments. Ik heb niet zoveel nodig. Ik wil gewoon her en der. Het liefst gooi ik hem helemaal vol met al die glitter. Ja. Maar dat zou Deborah doen. Ik ga me even gewoon een beetje zo deppen. Zo her en der. Little sparkle, little highlight. Is airbrush mogelijk, Jess? Airbrush? Ja, iemand vraagt of met airbrush mag. Dat vraagt Sylvia Hardy's Hoogendoorn. Nee, het is echt handpainting of stempel handpainting. Ja, want we moeten natuurlijk ook gewoon leuke vleekjes zo meteen gaan verstoppen en zo. Ja. Ja. Je mag wel de ondergrond airbrushen. Ja, zeker. Dat mag zeker. Dat mag, absoluut. Dus ik heb her en der zo, daar een beetje, een snuitje, een heel klein beetje daar. Die 10 seconden in de lamp, dan weten de pigmentjes, daar moet ik blijven liggen. Nou wil ik outlines gaan maken. En die outlines, die als ik ze zwart maak, dan zijn ze heel erg in your face. Ik hou van zwart. Maar ik wil hem wat softer. Dus ik wil grijs. Nou, dan hebben we zwarte lijnen gel, witte lijnen gel. Mix it together en je hebt grijs. Hoe handig kan het leven zijn? Dus dat heb ik alvast gedaan. Een klein mixje op mijn palet. En dan krijgen we eigenlijk een net iets donkere tint dan de Cool Grey gel polish die we hebben. Jessica's Choice. En nou ga ik even mijn bril opzetten, want die heb ik nodig. En wat dikker ook, hè? Zo. Ja, hij is wel ietsje dikker inderdaad. Vind je dat lastig, kun je altijd even nog misschien een heel klein beetje bezemtopper door om hem iets soepeler te maken. Nou, nu ga ik eigenlijk mijn hele omlijning maken. En je ziet dat hij net iets donkerder is, dus perfect als softe outline voor dit cute little beertje. Het enige wat ik nog moet maken zo meteen is dat kleine little patch, hè, heeft hij altijd. Ja, klopt. Kontje naar achter. En schilder maar. Ja, maar dit is natuurlijk zo klein. Ja. En dun. We zitten er altijd bovenop. We zitten allemaal aandachtig mee te kijken. Hier ook. Oh, Sylvia Hardy zei, ik bedoelde ook de ondergrond. Nou, dat mag wel, Sylvia. Ja, zeker, zeker. Zeker. Ja, hoe snel mooie ondergronden kun je maken met airnails. En hoe? Het is wel een... je ziet het goed ook, hoor, dit, hoor, Jess. Ja? Heel mooi. Ja. Oké. Okay. Absoluut. Je ziet ook allemaal sparkle, hè? Ja. Gezellig. Doet me een beetje denken ook aan die tijd dat je dit beertje deed met de Cat Eye Top gel, weet je nog? Een beetje de magneetjes en dat ook dat beertje kunt creëren. Ja, lijkt klopt, het een beetje op nu, Jess? Ja, klopt. Ja, je kunt, dat is zo leuk. Beertjes zijn ook gewoon leuke nail artjes. Ja, absoluut. Inderdaad. Hij is inderdaad wat dikker, zoals je net al opmerkte. Ik vind het eigenlijk wel fijn werken. Ja, dat is ook mooi, ja. Moet ik een beetje relief erin. Ja, precies. Nu moet ik heel eventjes opletten dat ik niet met mijn vinger daarin ga hangen. Nee, herkenbaar. Ja, dus ik draai hem even om. Want dan zul je zien dat dat gebeurt. Zit het ineens aan je pinkje? Ja. Zit ik nog in het midden? Ja. Zeker. Iedereen zit heel erg aandachtig te kijken. Ja, verder geen vragen? Nee, nog niet. Eline Rousseau zegt, dan ga ik eentje schilderen en eentje stempelen. Nou, dat is toch prima. Dan kun je ook voor jezelf kijken en vergelijken. Dus dat is ook wel tof altijd. Dat is ook leuk. En wat dus eigenlijk de huiswerkopdracht dan zometeen is, is dat je er ook vleekjes in moet verstoppen. Of pigmentjes, zoals ik nu ook met dit beertje heb gedaan. Mm-hmm. Dat geeft juist een special effect. Yes. En dat is juist zo leuk. Mm-hmm. Leuk. En Irene Vossen zegt, knuffelbeertjes zijn ook wat dikker. Nou, dat klopt wel. Die zijn altijd zo lekker fluffy. Ja, klopt. We houden we van fluffy. Ja. Inderdaad. Nou, gaan we alvast het outline maken voor het snuitje. Misschien kunnen we een klein beetje... Ja, top. Ja. Dankjewel. Ietsje gebogen. En dan weer ietsje rechter aan de onderkant. Zo. Oké. Cora van Dongen zegt, eerst deed ik wel eens gelijk mee, maar dat heb ik maar opgegeven. Dat is lastig. Ja, dat is ook lastig. En kijken en schilderen en kijken en schilderen. Kun je beter op je gemak hier later even terugkijken en dan rustig aan meedoen. En dat is ook het voordeel, dat je het gewoon allemaal kunt terugkijken en eventueel even kunt pauze zetten. Precies, en even terugspoelen. Ook zo fijn.
Van, hey, dat stapje ging snel, die kijken we nog maar eens na. Ja, precies. Flash hoe deed ze het ook alweer? Ja, precies. Lian, oh, ik val in de categorie knuffelbeertje dan. Ja, nou, dat is niks erg hoor. Nee. Oké. Nou ga ik eventjes weer terug naar mijn detailen 3. Dat little patchje, hè, weet ja, je nog? Ja, ja, ja. Die ga ik even maken. Eigenlijk dezelfde kleur als het snuitje en de binnenkant van zijn oortjes. Heel klein vakje hier. Mm-hmm. Dus dat stukje wat aangenaaid is eigenlijk als ja, het ware. Ja, precies. Gewoon een vierkant stukje. Een lapje stof. Een lapje stof. Doe ik even flesje. Zo makkelijk. Kijk, dan kan je het zo ja, je ziet hem ook heel goed zitten zo, ja. Doe ik hem even zo meteen volledig uitharden. En zijn neusje. Nou, en dan hebben we natuurlijk een hele mooie nieuwe Fashionista Gel Polish collectie. En daar zit ja, een beetje een groen-blauwig tintje in, hè? Ach, credit card blues. Nou, die vind ik perfect voor zijn neusje. Dus ik leg een druppel neer. Kijk al, hoe mooie kleur. Ik trek hem een beetje van links naar rechts en tjoek naar beneden. Een hartje. Een driehoekje. Oh, vanaf hier nog. Ik verbeeld dat het een hartje is. Een driehoekje. En brilletje weer af. Nou, het enige wat ik nu dan nog moet doen zijn het zijn oogjes, de wenkbrauwen. Die wil ik wel zwart. En natuurlijk little patchwork. Hij zit nu op 30 seconden in de lamp. En die moet ik nog heel een beetje ja, details geven. En jullie hebben ook in jullie prijspakket, ja, de prijs die je kunt winnen, zo moet ik het zeggen, daar zit ook color concentrates in, de black. Want stel je wil een schaduw maken en je vindt liner gel black net iets te, ja, te lastig, misschien iets te stug, hè, om mee te werken, om te blenden. Nou, dan kun je ook bijvoorbeeld in dit geval van je cool gray, hè, de grijze kleur die ik heb gebruikt voor mijn beertje, hem iets donkerder maken. Nou, dat kun je doen met color concentrate, de black. Super handig. Dus eigenlijk kun je elke tint dan donkerder maken. Maar ik vond hem wel heel erg leuk om hiervoor te gebruiken. Dus ik heb al een heel klein druppeltje Color Concentrate Black op mijn palet gelegd. Het zijn pigmenten. Ze hebben wel iets van gel nodig, hè, om goed uit te harden. Dus ik ga met een puntje van mijn detailer 3 door mijn cool gray. En dan heb ik gelijk anthracite te pakken. Ja. En die ga ik onder het hoofdje aanbrengen. Want het hoofdje hangt erboven, dus ik moet hier een beetje schaduw hebben. Mm-hmm. Heel erg handig en snel, dat is het fijne eraan. Ja, heel snel. En hij is heel soepel en natuurlijk nu ook minder hard dan de detailen of de liner gel black. Kijk, als mijn outlines zwart waren, dan had dat wel heel mooi gekund. Maar je werkt heel dun met de detailer 3 nu. Ja. Die punt ik heel scherp is. Ja. En ik dep eigenlijk weer in die plaklaag van mijn cool gray. En ik heb een schaduw onder mijn hoofdje te pakken. Dat gaat echt heel snel. Handy, hè? Ja, heel handy. Dus dat vond ik dan wel leuk. Nou, even 30 seconden in de lamp. En dan nu dus die oogjes en de wenkbrauwtjes. Jessica's choice. Good choice. I think your best choice. Yes, yes. Ja. Ah, natuurlijk. Anna Robijn die zegt... Ja, zo wacht ik tot het lang is. Al is het maar 5 seconden, duurt het lang. Anna Robijn zegt, ik ben mijn Russen Almond setje aan het afmaken. Gelijk met Neil Talk Live erbij. Anna die had afgelopen zaterdag bij mij in de les gezeten bij de Russen Almond. Dus die is nu lekker die set aan het afmaken. Waarschijnlijk nog een week daarna ook. Sorry Anna, duurt even. Maar hartstikke top. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus eens even kijken. Ik weet nooit wat ik ermee moet doen met de Color Concentrates, zegt Elvira. Nou... Kijk, heel goed kun je mixen. Je kunt je eigen kleuren maken. Meng het altijd wel met een gel polish natuurlijk. Want dat heb je gewoon nodig voor een uitharding. Want alleen de color concentrators kleur aanbrengen, dat gaat helaas net niet. Dus goede mix en je hebt de perfecte kleur die je eigenlijk helemaal nog niet hebt in je salon. Dus ja, zeker weten dat het tof is. Even kijken, ben net klaar met de laatste klant. Nu lekker de beentjes op de bank en Neil Talk Live kijken. Ja, heerlijk. Maar wat gaan wij doen? Iets heel belangrijks. Want wij hebben binnenkort ons eigen feestje. Wij staan namelijk niet op de beurs, maar wij hebben ons eigen Neil Talk Live event op 23 en 24 april. Daar kun jij je voor inschrijven via de website www.neiltalklive.nl.
Wij hebben wel 12 workshops per dag. En we hebben als hele leuke internationale gast, hebben we Henriette. Ja, oh, zo leuk, met al haar demo's en dergelijke. Uiteraard gaan we weer nieuwe producten laten zien. Wat hebben we veel in petto? Echt heel veel. We hebben heel veel nieuwe producten. Maar vergeet niet dat elke dag de trainers al die demo's doen. Dus en in de demo-ruimtes, maar ook in de lokale. Dus je kunt de hele dag door demo's doen. Nieuwe kleuren ontdekken, nieuwe producten zien. Gasten, trainers ontmoeten. Het wordt gewoon fantastisch. Schrijf je even in. Wil je blijven slapen? Dat kan. Dan kijk even op de site www.niltoblijf.nl. Daar staat alle informatie als je dat wil. En dan zien we je heel graag daar. Dus ik ben even nog benieuwd of we nog meer leuke dingetjes hebben. En anders kunnen we misschien langzaam naar jou, lieve Jesse Pessie, als jij zover bent. En anders kijk ik nog even of iets anders leuk te hebben. Ja, dat weet ik. Jij bent altijd zo snel. Oh, wat zeg je? Was ik snel? Ja, jij bent altijd zo snel. Ja, heel snel. ik zit ondertussen even te flashen. Leuk beeld dit. Even snel. Ja. Het enige wat ik nog moest doen zijn die oogjes. Ik had al een heel klein outline over zijn neusje gemaakt. En is die bijna klaar? Is die bijna klaar? Dus spannend. Ja. Line it your black. Ooh. On my brush. De oogjes. Eigenlijk wil ik gewoon een bril standaard boven op mijn hoofd. En dat ik alleen maar even hoef te toek met mijn hoofd. Hoopte dat hij op mijn neus valt. Mijn kapsel houdt dat tegen. Oké, de oogjes. Die zijn echt pini-pini, hè? Ja. Dat is één. Ik zet ze nou even iets schuin, dat vind ik leuk. Sheila van Straten zegt, nou, dit wordt mijn nieuwe wekelijkse bezigheid, want hop, hatseflats, weg is mijn strijkwas. Echt? Ja. Oh, dan moet ik dan toch ook eens gaan proberen. Ja, ik denk het ook, ja. Oké. Okay. En voilà. Ik moet heel eventjes een klein beetje de camera bijstellen. Want het was net niet helemaal goed te zien voor jullie. Zo wel? Ja, we hebben Race en de Gil, die regelt het allemaal wel. Hé, Gil. Oh. Zonder Gil kunnen we het topper allemaal niet. Topper Gil. Nou, in principe is mijn beertje nu klaar. Ik laat deze, die leg ik even aan de kant. Strakjes in het eindresultaat wordt het beertje eigenlijk het middelpunt van mijn hele design. Maar ja, vlinders, hè, die willen we graag gaan maken. Dus daar ga ik mee beginnen. Ondergrond is hetzelfde, want ik wil dus ook die drieluik, wat jullie huiswerk natuurlijk ook is. Dus de ondergrond blijft de champagne yellow. Alleen ga ik nu verder met een hele grote full cover vlinder. En ook dat ga ik weer doen. Eerst een schets van mijn White is White Gel Polish. En dan ga ik met de Fashionista kleuren een hele mooie vlinder maken. En of die prachtig is. Zal ik daar gelijk mee beginnen? Ja, dat mag. Ja, dat mag jij zeker. Oké, okay. Heel leuk. Precies hetzelfde. Champagne yellow, 2 laagjes en daar overheen de extreem matte top. En dan hebben we dit. Nou, hè? Je verwacht het niet. Nee, geweldig dit. Oké. Okay. Ik ga ondertussen heel even snel mijn... Ja, ik zal nog even wat dingetjes lezen. Want even kijken. Iedereen vindt je beurtje nu al schattig. Linda zegt, ik vind hem super schattig. Met zo'n hartjeshoofdje erbij. En Chantal Chatre zegt, super cute. Cindy, wat een droppie. Oftewel, ja, hij is ook heel leuk. Nog niet helemaal af, maar nu al super cute. Dus het wordt spannend, hè, wat het uiteindelijk wordt. Ja, nee, ik moet op een opmerking van Irene lachen. Ik kijk te veel TikTok-filmpjes. Ja, daar heb ik dat van. Ah. Met vloep de bril van je hoofd op je neus. Maar dan met een zonnebril, hè. Mm. Dat is nooit gelukt trouwens. Maar dat zou gewoon handig zijn. Dan ben je in beeld, denk je, nou, uitbeelden. Doek. Ja. En dan valt op je neus, kun je werken. Mm-hmm. Vind het uit. Snap je? Oké. Ik had mijn Jessica's Choice even vrij van product gemaakt. Want die ga ik gebruiken om nu mijn vlindervleugel alvast een beetje te schetsen. En dan kan ik hem inkleuren met mijn Detailer 3. Dus hij gaat weer op. Dat staat je goed, hoor. Ja. Kill. Oké. Ik zit in het midden. Ja. Oké, dan gaan we heel groot. En ik ga hem een beetje eraf laten vallen. Dus 1 vlindervleugel, die gaan we... 2 dan, hè. 1 kant gaan we heel goed zien en de ander valt er gewoon lekker af. Schildwerk. En het leuke is dat we die andere vleugel die hier af gaat vallen, die laten we dan weer doorlopen over dat schattige beertje. Maar goed, laten we eerst even
Nou, Ingeborg is net iets te laat ingeschakeld. Hi, wat lief, wat leuk dat je kijkt. Maar ze gaat dadelijk nog terugkijken. Nou, dat komt helemaal goed. Nou, helemaal gezellig. Mm-hmm. Dit is eigenlijk wel makkelijk, hè, wat je nou gaat doen, toch, Jess? Zo die vleugel maken. Ja, vind ik wel. En omdat het eenzijdig is. Als je symmetrie erin moet brengen, wordt het wel ietsje lastiger. Ja, waarom denk je dat ik hem half pak? Ja, ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Waarom moeilijk doen als het makkelijk mm-hmm. kan, hè? Ja, ja. En ik vind het ook gelijk heel erg statisch. Als ik hem dus echt perfect op één nagel, beide, dus vier vleugels, erop heb staan. En nu heb je toch een beetje een speels eindresultaat. Een dartelende vlinder. Ja. Hij vliegt zo van de nagel af. Naar een beertje toe. Naar het beertje toe. Het midden laat ik eigenlijk vrij. Want we kunnen natuurlijk ook leuke, gezellige lijfjes gaan schilderen. Maar ja, om het makkelijker te maken, gaan we er strasjes op plakken. Ja, nou, nu heb ik dus mijn Jessica's Choice weggelegd. En ik heb nu de Detailer 3 gepakt. En mijn Whitest White Gel Polish. En nu ga ik weer precies hetzelfde doen als met het beertje. Dus alles mag mooi wit. Is dat niks voor je, Jess? Zo'n brilletje die je met magneetje van elkaar af kan trekken. Ja, maar dan moet ik hem toch nog steeds op mijn neus doen. Hoe doe ik dat dan? Ja, gaat niet automatisch, hè? Als je nou een magneetje in je neus laat implanteren. Idee? Ja, mm-hmm. dat is in principe een idee. Of ik moet een derde hand. Dat is ook handig. Dat zou ook handig zijn, ja. Ja. Oké, nou, zo. En dan doen we de onderste. En zo aan, en zo aan. En als ik hem dan helemaal heb ingekleurd, dus alle vier de vleugels, dat heb ik natuurlijk al voorbereid. Dit moet 30 seconden in de lamp. Mm-hmm. Zo kort maar? Ja. Nou. Zo. Nou, en als die er dan na 30 seconden weer uit is gekomen, dan ziet hij er zo uit. Kijk. Het midden is vrij, hè? Zeg jij? Het midden is vrij. Midden is nog steeds vrij. Ja. Is wel te zien, toch? Ja, ja, ja. Zeker. Oh, wat leuk. Tanja reageert. Deze vlinder. Die heb ik wilde het net voorlezen. Ja, wat leuk. Sorry, ik was je voor. Ja, sorry. Maar vertel maar. Ik denk dat wij nog even een keer jouw huiswerk laten zien, Jess. Oh, oké, okay, leuk. Want ja, dat moeten we toch nog eventjes opnoemen. Want het wordt wel heel belangrijk natuurlijk. En dat is, maak minimaal twee vlinders, waarvan één vlinder voorzien is van een special effects door middel van flakes en met tenminste drie kleuren in de vleugels. Dus dat kan glasgel, gel polish zijn, als er maar drie kleuren in zitten. Maar daar zijn natuurlijk ook wel wat regels aan verbonden. En die regels die zijn, je hebt 2 weken, dus tot 11 april de tijd, om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Spring Butterfly staat. Als er dan nog verbeterpunten zijn, neemt de trainer nog contact met je op voor een eventuele herkansing. En vergeet niet, heel belangrijk, je step-by-step foto's toe te voegen. Geen filmpjes, alleen maar duidelijke foto's. En Jess die gaat het allemaal beoordelen. Ook dat doet ze er nog eventjes bij tussendoor. Dus, en dan komt het helemaal goed. Maar heb je dat allemaal gedaan en Jess heeft het beoordeeld en die denkt, wow, dan kun je wat winnen. En wat kun je dan wel niet winnen? Dat zijn de fantastische drie van de nieuwe kleuren gelpolish die we hebben van de Fashionista collectie. Dan hebben we de Black Color Concentrate, Glass Gelpolish Red en natuurlijk Flakes. Want Flakes hebben we allemaal nodig in ons leven. Dus ja, het is wel een hele toffe prijs weer. Hè? Ja, het is toch weer mooi. Ja, ja ik ben helemaal van de leg. We moeten eigenlijk nog even door wat we aankomende maanden gaan doen. Want, jawel. Tap en ik ga jullie een nieuwe versie van, een andere versie van de Cat Eyes laten zien. Niet met 700 magneten, het worden er steeds meer. Maar, het worden er steeds meer. In ieder geval een hele tof, ander soort Cat Eye designs. Dus wordt gewoon een beetje meer leuk voor de lente en zo, lekker doorgaan. Maar ik ben natuurlijk niet de enige in april, want de week erop is het Power Couple, oftewel Pepijn en Mees zijn aan de beurt. En die gaan de Blush Advanced Refill techniek laten zien. Dat is een hele nieuwe techniek met de blushes. Ja, en die wordt echt heel spectaculair. En
Pepijn en May samen aan de demotafel. Nou, dat is garant voor een hoop plezier die avond natuurlijk. Dus maandag 11 april. En als hekkensluiter van april, op 25 april, maandag, de dag na ons event, dat is Demi Aerts met Winnie the Pooh Disney cartoons. Ook superleuk. En wat maakt Demi mooie Disney cartoons? Echt heel gaaf. Dus ja, april is weer helemaal vol met leuke dingetjes, dachten we wel zo. Ja, en iets anders heel leuks. Jessie, ja, where are you? I'm here. Ja, gaan we verder met de vlinderen. Ik had nog een druppeltje voor het kleine neusje, toch? Van de geweldige nieuwe kleur Credit Card Blues. Die kleur ga ik nu gebruiken voor mijn vlinder. En nu ga ik eigenlijk hetzelfde doen als ik net met die Twilight Zone, hè, en die buitenkant van zijn hoofdje naar binnen toe. Dat ga ik nu met de Credit Card Blues doen. Dus kijk maar mee. Zo. Waar is je steentje, lief schat? Je plateautje. Je kleurenplateautje is uit beeld. Wat zeg je? Is die uit beeld? Ja. Oh, nou, sorry. Is die er weer. Daar was die. Ja, hij was even verschoven. Maar we zoeken hem weer terug. En daar is die. Oké. Dit is die kleur. Credit Card Blues. Daarnaast ligt Glass Polish. De cyan. Die ga ik zo meteen ook nog gebruiken. Maar eerst deze kleur. Dus gaan we weer even terug. En ik ga weer die outline eigenlijk volgen. Dus de buitenkant van zijn vleugel. En dat doe ik ook aan de onderste vleugel. Op dat wit is die kleur echt helemaal kaboom, hè? Ja. Jeetje. Maar als je dit dus gelijk op het geel zou hebben gedaan, mm-hmm, wordt het toch wat minder fel. Ja, ja. En ik wil hem juist fel. Nou, dus nu die base top, hè? En leg je penseel plat. En ik trek hem en ik maak hem softer met die bezentop. Dus het wordt wel een hele blauwe vleugel, alleen is die aan de buitenkant toch wat gepigmenteerd. En daar hou je ook meer volume in zitten, zo? Toch? Is ietsje voller. Nee hoor, valt mee. Het lijkt zo. Ja. Ik ga echt met het puntje trek ik eigenlijk en het buikje veet hem eigenlijk uit. Ja, ja, mooi. Dus leg hem plat neer. En de bezemtop die je in je penseel hebt, niet te veel, zorgt ervoor dat het heel mooi dun wordt en eigenlijk je hele vlinder blauw wordt. Ja, heel mooi, yes. Nou, doen we dit even in de lamp. Valt best mee, toch? Jawel, jawel. Jawel. Andere vleugeltje doe ik strakjes als Deborah jullie dingetjes aan het vertellen is. Ik moet even wachten totdat die 30 seconden is uitgehard. Want ik ga over diezelfde kleur die ik net heb gemaakt. Met de Credit Card Blues ga ik met die prachtige kleur, de cyan blue, de glass polish. Ik kan er niet zonder. Naast de flakes ook niet trouwens. Hoe heet die nieuwe kleur ook weer, yes, die blauwe? Credit Card Blues. Credit Card Blues. Kun je ook winnen. Ja, ja, spannend. Ja, inderdaad. Oké. Ik hou van special effects, hè? Dat weten jullie. Ik ga voordat ik met die cyan blue bezig ga, ga ik unicorn pigments pakken. En dit is de zilver. Even checken. Mm-hmm. En ik pak een pigment brush. Wederom die plaklaag van je gel polish gebruiken is altijd zo fijn voor je pigmentjes. Dus ik pak wat op. Als ik gelijk op mijn vlindervleugel ga, heb je echt te veel. Dus ik dep ook gelijk in mijn doppie en het doppie erop. Ik spreek uit ervaring, mensen. Ik spreek uit ervaring. Ik denk dat wij allemaal wel uit jij die ervaring vooral, hè, Deborah? Ja, toch, yes. Wij allemaal, hoor. Ja. Pigment queen, hè? Ja, zeker. We kunnen niet ademen of het vliegt alle kanten op. Inderdaad. Nou, heel zachtjes. Het is een transparant pigment, dus je blauw zal nog steeds te zien zijn. En als je dus te veel pigment hebt, dan valt je blauw dus ook gelijk weg. Kijk, dat ga ik strakjes ook aan deze kant doen, hoor. Maar ik hou het hier even nu op. Omdat wij de extreem mattie onder hebben, kan ik strakjes overtollig pigment ook makkelijk verwijderen. Dit gaat even 10 seconden in de lamp. Maar nu al heel mooi, hè? Ja, leuk, hè? Zo'n monarchvlinder met dat paramour-achtig in die vleugels. Echt prachtig, heel mooi. Ja, inderdaad. Helaas leven die nooit zo lang, een dag, en dan zijn ze al dood. Ja. Zulke mooie vlinders, maar oh, potverdorie. Heel mooi, ja. Even heel wat anders. Zal ik even 2 seconden
Even kijken of we nog het leukste hebben, want Natalia Gritsenko die zegt, wat een super effect met het pigment. Nou, we zijn heel erg, we're glad you're here Natalia. We zijn heel erg blij dat Natalia weer mee kan kijken. Oh, super. Even kijken, en Lisette zegt, Jessica, waarom gebruik je nou een blauw die ik nog niet heb? Ja. Goed je best doen, misschien win je hem wel. Dan kun je hem misschien winnen inderdaad, dat is natuurlijk de key daarvan. Ja, dat was heel mooi, heel mooi, heel mooi. Wil jij nog even doorgaan, Jessie? Of heb je al iets leuks te laten zien, schat? Oh ja, joh, ik kan wel doorgaan hoor, maakt mij niet uit. Ik heb even die andere vlinderhak snel met die mooie kleur blauw gedaan. En de glass polish. Hij ligt even 30 seconden in de lamp. Ga ik even iets anders laten zien. Want wij hebben iets heel tofs in petto. Heel gaaf en super. En je moet er geweest zijn. Gemiste kans, echt waar. Want wij staan niet op de beurs, maar wij vieren ons eigen feestje. En wanneer? Op 23, 24 april hebben wij het meest te gekke, fantastische Nail Talk Live event. En daar kun je voor inschrijven via de website www.nailtalklive.nl. En we hebben 12 workshops per dag. We hebben internationale gast Henriette. Nieuwe producten en gratis parkeren. Je kunt blijven slapen. Je krijgt koffie, thee, de hele bang. We gaan altijd gezellig, nee altijd één keer, maar we gaan zeker weten gezellig met z'n allen eten 's avonds in het hotel. Dus kortom, je moet erbij zijn. Heb je dat nog niet ingeschreven? Doe het nog even. Hè? Kijk op www.nailtalklive.nl, want het wordt amazing. En we hebben nog meer dan afgelopen keer. Dus alleen maar meer overal demo's en overal trainers. Het wordt echt fantastisch. Dus inschrijven, het wordt zo leuk. Even kijken of we nog iets anders hebben. Oh ja, heel fijn. Welk pigment was het, Jessie? De unicorn pigment. En dan de zilver. Zilver. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk elk pigment kan hoor, zolang het maar een transparante kleur is. Als jij echt wil dat die ondergrond, dus de gel polish kleur, de credit card blues die ik heb gebruikt, nog steeds te zien is aan het eind, hè, in je eindresultaat, dan moet je, ja, ik zeg niet graag moet, maar dan moet je een transparant pigment gebruiken. Als je zou gaan voor bijvoorbeeld, chrome pigments, die hebben allemaal kleur, ja, dan verdoezel je eigenlijk die hele ondergrond. Ja. Maar het is juist zo leuk dat van donker naar licht. Dus ja, transparant. Ja, dat vinden wij heel leuk. Oké, kan ik verder? Ja, natuurlijk. Okay. Lieverd, je hebt nog zoveel te laten zien. Oké. Nou, dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen, maar nu over het pigment. En dat ga ik doen met de glass polish. Dat vertelde ik net al, hè, die cyan blue. Eigenlijk ga ik weer precies hetzelfde doen als wat we net deden. Maar omdat het pigment ertussen zit en ik dit dus doe met een transparante kleur, hè, de glass polishes zijn transparant, en ik ga nu her en der toch een beetje extra diepte geven aan mijn vlindervleugel. Oh ja, en dan komt het ook heel mooi doorheen, hè, dat pigment nu. Ja, cool hè? Prachtig. Ook dat veed ik weer uit, blend ik weer uit met die bezentop. En ik trek hem een beetje door. Ik laat stukjes wel wat zilverachtig. Dus nog meer diepte in je vlindervleugel. Mm-hmm. Zie je heel goed. Ja, cool hè? Maar ja, dit kan dus met allerlei kleurtjes. Absoluut. En deze kleur heb ik ook voorbereid. Maar dat gaan we straks in het eindresultaat zien. Met die mooie red glass polish. En dan is echt die roze kleur die we hebben. De Shop Till You Drop. Oh, ja. Knalroze en dan met die prachtige red combinatie. Beetje magenta red is die, hè? Super tof. Ja, ik zie het voor me. Dat wordt heel mooi. Ja, absoluut. Iedereen zegt nu ook al, oh, wat cool. Wauw, wat prachtig. Echt heel mooi. Nou, ja, en te nagaan. Doen, hè? Nu al. Maar ja, als je dus dit toch spannend vindt, ja, je kunt dit natuurlijk hetzelfde doen. Je zet je stempel en die ga je dan wit schilderen. Doe je eigenlijk dezelfde technieken die ik heb gedaan. Maar dan met gebruik van een stempel. Maar ja, ik denk echt, dit is niet te moeilijk. Dit is echt te doen. Oké, even in de lamp. Let me think. Want wat ik nu wil gaan doen, is eigenlijk mijn pigment beschermen. En ik wil outlines gaan schilderen. Dus die donkere, hè, de zwarte lijnen in dit geval, wil ik gaan schilderen. Dat vind ik het fijnst op een matte, ruwe ondergrond. Ik werk natuurlijk nu op de extreem matte top. Als ik nu gelijk ook weer een extreem matte top eroverheen zou doen, dan wordt hij grijs. En mijn eindresultaat wil ik ook mat. Dus vandaar dat ik nu kies voor een bezentop of de Silkoff top. Plaklaag verwijderen, opruwen. Daarmee egaliseer je eigenlijk ook, hè, je hele design weer.
En dan zullen je outlines gewoon makkelijker te schilderen zijn. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ben even wat aan het typen hoor, meteen. Oh, ben je aan het typen? Ja, maar ik ben daar weer. Ben je er weer, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ik doe het weer. Oké, fijn. Ik ga nu dus die base en top erover doen. Maar ja. En dat doen we wel met een leuke, gezellige laag. Niet te dik. Maar ik ga ook niet echt kracht zetten, strijken, vegen over dat pigment. Je zweeft eroverheen als het ware. Ik zweef, ja. Bedankt. Ik zweef als het ware over mijn design. Heel zachtjes van links naar rechts. Mm-hmm. Dat is TLC over de nagel. Yes. With a lot of love. Nou, en als ik dan helemaal beneden ben, dan hang ik hem even op zijn kop. Om lekker te egaliseren. Mm-hmm. En dan doe ik hem even 30 seconden in de lamp. Ik check altijd even in het licht. Ietsje naar boven, schatje. Oh, je was zelf aan het kijken. Ik was even zo aan het kijken. Dat ik niet hobbels en bobbels heb. En het licht gebruik ik daarvoor. Als die mooi egaal lijkt. Dan doe ik hem even in de lamp, 30 seconden. En dan ga ik de plaklaag verwijderen. En dan heb ik mijn whiteblok nodig. Ja, en ik dacht... We hebben het net over dat event gehad. Ja. Maar is het niet leuk om jullie even een impressie daarvan te geven? Oeh. Ja. Mm-hmm. Laten we even kijken naar een leuk filmpje van het event van de afgelopen keer. Tof, hè? Beelden van afgelopen keer gemengd met de nieuwe trainers en de nieuwe workshops die eraan komen. Dus eigenlijk is het gewoon too much. En om dat te laten liggen, dat kan gewoon niet. Het is gewoon zo tof om daarbij te moeten zijn. Kunnen zijn, willen zijn, moeten zijn. Toch? We mogen niet moeten zeggen, maar nu wel, vind ik. Toch, Jess? Ik vind het wel. Ja, kijken. Dat moet. Ja, dat moet. Dat moet. Dat mag je, moet zeggen. Mm. Ik zie nog een goede vraag van Cora. Maar dan heel erg slim. Maar dan gebruikt Jessica toch uiteindelijk ook 2 keer een matte top. Ja, daar heb je helemaal gelijk van. En wordt je dan niet grijs? Nee, want ik heb er dus een tussenlaag tussen zitten. En dan wordt hij niet grijs. Als ik nu deze laag, zeg maar, ik zou helemaal klaar zijn... Dan liggen ze heel erg kort op elkaar. Dan wordt je eindresultaat echt grijs. Maar ik heb nu die tussenlaag bezentop ertussen. En nu gaat het wel goed. Ja, echt waar. Oké, ik heb even gebufft. Hij is egaal. Ik kan gaan schilderen. Met liner gel. En met mijn Jessica's Choice. Ik ga mijn palet even een beetje draaien. Even kijken. Ik vind dat altijd zo lastig, hè? Ja, oké. Ja, zo is het goed te zien, hè? Mm-hmm. Het is een spiegelbeeld, dus dat is altijd een beetje lastig. Wat is links en wat is rechts? Ja, wat is links is waar je duim rechts zit. Ah, dus bedankt. Alsje. Oké, als jij het lastig vindt hè, om met liner gel, pure liner gel te schilderen, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om hier een mixje van te maken. Met de Cerisa Sweeties. Dat zal het allemaal iets vloeibaarder worden, iets soepeler. Ik vind het wel heel erg fijn om met pure liner gel op een matte ondergrond te werken, om dunne lijntjes te creëren. Dat is ook iets wat je moet trainen. Maar anderen vinden het gewoon heel erg fijn om juist wel minder stugheid te hebben. Zoals Linda, die maakt haar prachtige krullen met die mix. En met Cerisa Sweeties Black Licorice. En ja, dan meestal 80-20 als ik het goed heb. Die mix maakt ze. Volgens mij kijkt ze mee, dus zou ze misschien kunnen antwoorden. En dan gaat het. En ook een ander penseel gebruikt ze trouwens. De Rhinestone Nail Art Brush.
heeft echte haren. Dit zijn synthetische haren. Dus het is echt, je kunt met verschillende tools werken. De dunste lijnen. Maar ja, je moet juist jouw beste tool en beste product daarvoor zien te vinden. Oké, let's begin. Ik wil een beetje spelen met mijn lijnen. Dus van breed naar dun. Ik wil mijn dunne lijnen echt naar het midden toe. Want die nerfjes in de vlindervleugel zijn altijd heel mooi. Ja, dun, hè? Dus ik begin. Ik leg ook meer kracht op mijn penseel. Ja, dat is het eerste deel wat je opgepakt hebt ook van je palet. Ja, precies. En naarmate ik met mijn lijn bezig ga, trek ik mijn penseel ook steeds meer omhoog. En zie je dat ik ga nu echt met het puntje schilderen. En mijn lijntje is bijna niet te zien op camera. Maar er zit wel een lijn, echt waar. Oké, ik ga weer terug. En dit is dan ook fijn, hè, want je hebt hier gewoon nog wat liner gel. Dus die kun je ook nu gebruiken om de andere kant op te brengen. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je niet te dik met je liner gel werkt. Dus je moet daar ook heel goed op letten. Mm-hmm. Dat je niet te veel en niet te hoog werkt. Ook dit moet je zometeen weer egaliseren. En kun je dit eventueel ook met een langer penseel doen? Zeker, zeker. Het Pepijn's Choice zou je ervoor kunnen gebruiken. Maar ja, ook dat is hè, misschien dat een ander zegt van ja, maar ik vind het juist fijner om met Catharina's Choice te werken voor mijn dunne lijntjes. Ja. Hè, dat is een iets korter penseel. Dat kan allemaal. Als je maar bij je goede eindresultaat uitkomt. Ja, precies. Nou, ga ik gelijk even die onderkant pakken. Kijk, het voordeel is van met pure liner gel werken. Ik zet weer kracht. Ik trek hem omhoog. Dunne lijn, dunne lijn, dunne lijn. Ja. Dit blijft lekker op zijn plekje liggen. Ik kan nog tussendoor even koffie drinken als ik dat wil. Ga ik niet doen, maar dat kan. Klein gaat beetje geen lastig kant te zien op. Nu. Maar, dankjewel. En je zit ook die welving een beetje erin, hè? Dus je speelt met de lijnen nu al van de vleugel. Ja. De vlinder heeft natuurlijk zo'n beetje een half soort kartelrandje eraan zitten. Ja, precies, precies. Dus niet nooit helemaal rond of ovaal. Nee, dat maakt hem dan ook weer gelijk heel statisch, ja, hè? Ja, klopt. Ach ja, en dan, ja, dan de middenlijntjes. Zolang ze maar dun zijn, dat vind ik altijd wel heel erg belangrijk. Ja, dat dus zijn echt die veins, hè. Nu trek je minder product uit de liner gel daar. Ja, en ik ga nu echt met het puntje van mijn penseel schilderen. En ik trek hem naar het midden. En ik ga weer naar die buitenlijn. Trek mijn penseel iets op. En mijn lijn wordt dun. Mooi hoor. Ga weer naar die buitenlijn. En zo vul ik hem eigenlijk met behulp van mijn buitenlijn. Steeds helemaal op. Dus eigenlijk hoef ik mijn penseel ook niet te laden, want die buitenlijn, die zorgt ervoor dat ik toch heel makkelijk lijntjes, dunne nerfjes. Er zit nog voldoende pigment in om hem nog extra lijntjes te geven. Ja, en ik moet natuurlijk die buitenlijn, die outline, die brede zwarte rand, die moet ik zo dun mogelijk zien te krijgen. Dus dat is nu echt wel heel fijn om zo te werken. Trek ze even goed, want hier komt het lijfje, hè, die strasjes. Ja. Nou, misschien wat leuke effectjes. Ja, houden we van. Nog wat leuke, misschien dat we zeggen, nou, we maken hier nog een leuk vlekje. Gewoon gezellig tegen dat dunne lijntje van het nerfje aan. Misschien dat ik hier nog een leuk vlekje maak. Nou, iedereen vindt het nu al mooi en dan ben je nog niet eens klaar. Nee, zo. Zeker niet. Misschien dat ik deze nog iets dikker maak. Gewoon voor de gezelligheid. Hmm. Misschien dat ik nog pantenvlekjes. Ja. Je slaat door. Ja, maar dat moet. Het is een yes vlinder, toch? Ja, dat is waar. Een yes zonder leopard. That's no yes. Mm-hmm. Nee, we nee, need nee. some leopard in our life. Yes. Oh, dan noemen we hier misschien ook een leuk vlekje. Hoppakee. Niet moeilijk doen. Nu begint hij te leven. Ja, leuk hè? Nou, doen we daar aan de onderkant ook nog wat vlekjes. Eigenlijk hebben we nu het einde van die vlinder al binnen. Misschien daar nog. Hop. Het enige wat ik nu moet doen, is nog meer blauw in mijn vlinder toe te voegen. Hmm. Hoe gaan we dat doen? Ik zet even mijn lijntjes op 30 seconden. Uiteindelijk moet liner gel heeft echt 1,5 minuut nodig. Maar dat krijgt hij strakjes. 30 seconden, dikke prima. Voor nu even. Ik ga even mijn penseel schoonmaken. Want we hebben ook hele mooie chroompigmenten. Die hebben kleur.
Maar als we nu een heel klein beetje chroom pigment, en in dit geval die mooie donkerblauwe kleur, match perfect. Misschien een paar van die leuke nerfjes, mooie segmenten van de vlindervleugel, nog even iets meer kleur geven. Chroom pigment, donkerblauw, een schone druppel. Bezemtop op mijn palet. Nou, Lin krijgt al helemaal zin in je workshop, yes? Oeh. Ja. Gezellig. Mooi, hè, dat pigment. Het shijnt en dan zien we het al. Ja, leuk, hè? Kijk, en je kunt natuurlijk hè, die plaklaag hè, gebruiken. Maar ik wil nu echt gewoon gecontroleerd mijn pigment aanbrengen. Dus vandaar dat ik nu ervoor kies om met mijn pigment te gaan schilderen met de bezemtop. Dus, als ik dit vakje nou gezellig even nog een beetje volg. Zo gezellig, zo een beetje zo. En dan wordt hij wat donkerder. Ja, en je houdt het donker steeds aan de uiteindes, hè? Ja, ja, ja. En dan leg ik mijn penseel plat. En ik trek hem een beetje. Blend hem een beetje. Nou, hoe leuk is dat? Heel leuk. Elvira zegt, ook al tekent ze een tijger, het is alsnog een panter. Ja, dat klopt wel. Hou op. Dat, ze kan dat niet loslaten, hè? Nee, ik denk dat ze recht gaat, maar het wordt automatisch een krulletje soort Ik noem alles. Dit is ook gewoon een panter. Ja, ik bedoel, het is echt heel erg. Ja, hij gaat zo meteen ook brullen. Ik zat in de les en ik was dus inderdaad een tijger aan het maken. Maar ik, nou, volgens mij heb ik de twee keer heb ik het echt een tijger genoemd. Alle andere keren was het echt een panter. Maar goed. Welke naam heeft deze pigmentjes? Dit is de chroompigment. Chroomblauw. Dat is deze. Ja, och. De mooie donkerblauwe kleur. Oké. Nou, dat kun je ook aan de onderkant een beetje her en der doen. Hartstikke leuk. Even denken. Dan zijn we er eigenlijk. Ik wil namelijk nog wat extra details aanbrengen. Maar dat doe ik met de combinatie Liner Gel White en een heel klein beetje Cerisa Sweeties. De White Coconut. Want ik wil op mijn top, en die zou extreem mat gaan zijn, die witte stipjes, hè, die echt bij vlinders horen, gaan maken. Maar dat wil ik er dus op leggen. Dus heb je een beetje 3D-ish effect. Maar dan moet ik wel eerst een top gaan maken. Zal ik eventjes, misschien heb jij nog wat te vertellen, Deborah. Ga ik even de rechterkant van mijn vleugel even snel hatsenflatsen? Ga jij maar hatsenflatsen? Dan hatsenflats ik even aan deze kant. Thank want you. Ik heb ook nog wel wat te vertellen. Vertel. Maar wel over jou, lieve schat. Oh. Want 2 weken geleden heb jij natuurlijk ook de workshop gedaan. Ja. Ja. En het waren de inleennails. En de opdracht was, maak 2 inleennails. Dat mag op Stiletto Tips met het thema Sea Life. En de inlay moet een onderdeel zijn van je art. Dus dat was een hele toffe de in- en de uit-nail art. Dus ik ging in de inlay en op de nagel. Super vet. Maar daar zijn natuurlijk winnaars uitgekomen. En die heeft Jessie zelf gekozen. En dat zijn geworden Chiara Colucci. Oh, wat gaaf zeg. Ja, leuk hè? Heel tof. Echt heel gefeliciteerd. Tof. Gefeliciteerd. Ja, onwijs gefeliciteerd. Super tof. Ja. Ik zit helemaal zo te kijken. Wauw. Ja, echt heel tof. Leuk. Coraline Obispo. Oh, ja, die vond ik ook zo heel leuk. Heel tof. Die heeft ook echt in en op, zoals ik het heb gedaan. Ja, ja, die ging van de in eruit, zeg. Echt heel gaaf. Heel gaaf. En die kleuren ook, en hè? Agnes Soppen, wat vet, zeg. Ook zo leuk. En wat een werk, hè? Kijk nou. Nou, maar gedetailleerd onder het bot. Jeetje, wat prachtig. Under the sea. Dames, onwijs gefeliciteerd. En wat hebben jullie gewonnen met deze super toffe nagels? Het Magnetic Expert, hoe heet het? Apron. Jongens, moeilijk hè? Een onwijze toffe penselen box en een penselen map. Nou, daar kun je niet zonder. Ik ook niet, want inmiddels barsten die dingen uit hun voegen. Zoveel penselen heb je op den duur. Dus erg hè? Je kan echt niet zonder. En de harde is soms wat makkelijker als je verder weg moet. Dat je denkt, nou, er moet echt goed een hardkoffer omheen. En die zacht is gewoon lekker in je andere koffertje als je erbij hebt. Super makkelijk. Ja, die hebben we gewoon altijd nodig. Dus absoluut. Hebben we nog wat leuk? Nou, allemaal gefeliciteerd. Het waren echt wel hele mooie tips. Pot voor 3. Even kijken, 2 designs. Ja, nee, we gaan even kijken wat we nog meer voor leuks hebben. Want zullen wij anders nog even kijken waar we mee bezig zijn? Of zullen wij nog even het huiswerk doornemen, Jessie? Doe nou maar een keer het huiswerk. Want, ja, dat dacht ik al. We hebben nog een leuke uitzending. Voor nu, maak
minimaal 2 vlinders, waarvan er 1 vlinder voorzien is van een special effect door middel van flakes en met tenminste 3 kleuren in de vleugels. En dat kan natuurlijk met glass gel, met een nieuwe gel polishes of leef je lekker uit, als het maar 3 kleurtjes zijn. Dan hebben we natuurlijk een regeltjes. Dat zijn, je hebt 2 weken, dus tot 11 april de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur dan alleen je huiswerk in via de link die in het album Spring Butterfly staat. Mochten er nog verbeterpunten zijn, dan neemt Jessie contact met je op en krijg je absoluut nog een herkansing. En belangrijk, 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 vergeet niet je step-by-step foto's in te sturen van je huiswerk. Dus echt stap voor stap en niet in een collage, want dat is bijna niet te zien, dat is veel te klein. En ook geen filmpjes, want dat is ook heel moeilijk te beoordelen. Dus echt losse, duidelijke foto's. En dan komt het helemaal goed, want dan... Ja, dan kun je iets heel tofs winnen. En wat kun je winnen? Dat zijn 3 van de nieuwe Fashionista kleuren. De Black Concentrates, de Red Glass Gel en de Flakes. Ja, ik blijf het zeggen. Ik eindig altijd met Flakes, omdat ik denk, oh, Flakes. We hebben het nodig in ons leven. Flakes. Ik ga even kijken of we nog iets leuks hebben online. Allemaal gefeliciteerd, 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 gefeliciteerd. Dankjewel Cornelia, dankjewel. Nou ja, het is eigenlijk nog... Ach, ja, Iris zegt, nou, daar moet ik nog wel wat oefenen. Nou, dat komt wel vast goed hoor, Iris. Ja, heel leuk. Ik denk, yes. Are you almost there, dearie? Yes. Ach, wel wat leuk, wat ja. Yes. Doet even yes lachen. Yes to the dress, zeggen we. Oh nee, yes to the nail art vlinder. Yes to impress. Ja, yes to impress. Nail art vlinders. Ik was even de extreem mat. Hello. Bedankt. De extreem mat heb ik er even overheen gedaan. 1 laagje, dun laagje. Want hè, die highlights en die kleine dotskies, zoals Pepijn dat zou noemen. En natuurlijk het leuke straslijfje. Want dan hoeven we niet het hele lijf te schilderen. Nee, ga je gewoon met streepjes. Ja, maar dat is altijd goed, schat. Strasjes en pareltjes en gezelligheid op. Ja, dus dat gaan we even doen. Ondertussen, ja, hij is klaar. Lian Stuyper zegt, oh, deze vlinder ga ik echt proberen. Zo leuk, zo leuk. Ja, hij is ook leuk. En wacht maar tot hij af is, want dan wordt hij nog veel leuker. Hij is zo leuk. Oké, vlindervleugels hebben natuurlijk volsprietjes. Dus die gaan we maken. Hadden we natuurlijk ook onder die extreem matte top kunnen plaatsen. Eerlijk, ik was het vergeten tijdens mijn voorbereiding. Ik denk, nou ja, embrace your mistakes. Gaan we het gewoon zo doen. Dus we gaan nu eerst die hele mooie volsprietjes maken... Op die top. Even kijken, er ligt hier van alles in beeld. Ja, oké. Dat was kwel. Daar ga ik. Hier komt dus mijn lijfje. Dus ja. Ik ga eigenlijk... Ja. Ik begin met een heel klein... Aanzetje, denk ik. Aanzetje. Dus ik zet een stippie. Dus ik zet meer druk. Mm-hmm. En ik ga mijn penseel iets omhoog. En ik trek hem die kant op. Sprietjes. Een klein sprietje. Mm. Ik vind het altijd wel heel erg leuk dat daar ook weer iets meer beweging in zit. Dus deze komt wat hoger. Stippie. En trek je penseel omhoog. Mm-hmm. Dus werk met het puntje. Kijk, en nu zit ik weer zonder bril. Volgens mij ga ik goed. Maar... Zal ik je aanwijzingen geven van een 4? Oké, volgens mij ga ik nu zo en dan tjuk, 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 tjuk. Ja, je gaat goed. Dat gaat gewoon goed. Ja, die is wel leuk. Ja, oké. Doe ik heel even flesje. Dan kan ik even door. Ja. En dat mooi. Ze nu eigenlijk verdwijnen in het niets. Dat is niet zo erg. Nee, maar je ziet het er wel onder vandaan komen. Linda zou zeggen, pleur er een steen op. Nou Lin, nou, dat gaan we ook doen. En Linda die vertelde net, ik heb zo zin in de workshop. Want dit ga ik ook doen. In Kaatsheuvel inderdaad. En ook in Weert. En in Weert ga ik hem volgens mij uit mijn hoofd op 6 juni doen. En, maar dan ga ik dus ga ik 2 verschillende workshops eigenlijk op 1 dag geven. En dus de vlinders gaan we doen, deze techniek. Alleen gebruiken we dan andere kleurtjes en nog meer pigmentjes. En dan ga ik ook laten zien hoe ik dat met die flakes doe. En ook ombres, hè, dus ik ga ook meerdere kleuren gebruiken. En dat is jullie huiswerk ook. En dan op het andere gedeelte van de dag ga ik dus met aquacolors. Dus je hebt heel veel technieken op 1 dag. Mm-hmm. Ga je dan ook de ombres in de vleugels verwerken, Jess? Ombres in de vleugels met de gel polishes. Tof. Ja. Wat zou je nou vragen een beetje voor zo'n nagel extra in die set? Nou, ik ben hier best wel snel.
mee. Ja, maar als je dat ik nog zou, niet zo snel in bent. Nee, ja, maar ik zou vanaf €5 en going up. En dan ligt het er maar net aan of je 1 of 2 of 3 kleuren gebruikt. Dus ja, dan zou je ook meer kunnen vragen. Maar en dan stel, de lengte. Ja, natuurlijk, en de lengte. Maar stel je zou gewoon 2 vleugels eigenlijk plakken. Dus de illusie creëren dat er meer op is, meer op staat. Terwijl er eigenlijk maar 1 helft van de vleugel op staat, mm-hmm, van de vlinder. Dan kun je ook sneller werken. Dan kun je groter werken. Dus dan ben je wel snel klaar. Dus dan zou ik plus 7,5 vragen. Ik weet niet, ja, wat zou jij vragen, Deborah? Dat ligt aan hoeveel strassteden. Mij kennen, er gaan er wel wat meer op, denk ik. Dus dan wordt het misschien iets, ja, duurder. Maar ja, ik ben het wel met je eens met deze prijzen, ja. Tegenwoordig zijn toch wat vaker wat kortere nagels. Dus dan is een start-up vanaf €5 wel netjes. En ja, hoe uitgebreider, hoe gedetailleerder, komt er een beetje bij. Dus ja, nou, ik ben het wel met je eens eigenlijk, Jessie. Oh, wat fijn. Ja. Heel fijn. Het gebeurt wel eens. Weet je wat ik ben vergeten? Nou? Wat zo handig is als je met strassteden werkt. Je strassteden mee te nemen. Nou nee, die heb ik. Heel fijn. Gelukkig. Alleen ben ik mijn Waxensio vergeten. Oh. Maar dat maakt niet uit. Nee. We doen het gewoon eventjes. Nee, dat doen we niet. Old school. Nee, komt goed, komt goed. Is iets lastiger met de detailen 3, maar lukt wel, lukt wel. Ja. Ik leg alvast even wat strasjes klaar namelijk. En daar was mijn Waxensio heel handig voor. Ja. Maar die ligt dus nog op de salon. Uh-oh. Op de tafel in de salon. Not a problem. We doen het gewoon even zo. Ja, op het ik ga even voor je klaar kijken, lieverd, of ik iets kan vinden. Nee, not a problem, dear. Oké. Okay, okay, not a problem. Okay, okay. Ik pak even wat bullions alvast. Die leg ik even klaar. Ja, waar ben je dat aan het klaarleggen? Nou, gewoon uit beeld. Gewoon zo uit beeld. Van okay, lekker spannend voor, ja, de kijker. Okay. Ja, ik denk, vraag het even. Lekker, ik krijg hier 6 mei in Weert. Kan, ja, het ook kloppen dat het dan is? Was het niet 6 juni? Ik weet het niet, staat hier 6 mei, maar... als het goed is, 21 mei in Kaatsheuvel. Kan dat kloppen? Ja, dat kan wel eens kloppen, ja. Oké, okay, okay, ja, nou, we, ja, zoeken, ja, het nog eventjes uit. Natuurlijk. En ik heb het ook gepost, hoor, op mijn pagina. Oh, nou, dus kijk even bij Jessie op de pagina. Vinden jullie alles weer terug? Ja, precies. Even kijken of we nog iets leuks hebben. Even, nou ja, ben je wel even mee bezig. Ja, we gaan allemaal aan het oefenen. We gaan allemaal kijken. En Lian zegt, hier, dan gaan we eens even lekker hatsenflatsen. Hatsenflatsen. Ja, maar dat kan in het Brabants ook wat anders betekenen. Dus, oh, echt? Ja, kijk altijd uit wat je daarmee bedoelt. Oh, ja, oh echt? Nou, ik zal het niet vertalen. Maar nou, goed, ik heb wel eens gehatsenflatst in Brabant. Oh. Dat heb ik ook wel gewoon gezegd, wel eens in Brabant. Oh. Oké. Okay. Nou, dat wil ik wel graag weten, maar buiten beeld dan wil ik dat wel. Ja, je bent wel buiten beeld, Gil. Ik ben buiten beeld, ja. Hallo. Waar is Gil? Gil is er vandoor. Hallo. Ja. Ja. Okay. Nou, ik heb allemaal strasjes en mijn bullions heb ik klaar. Hoe ga ik die vastmaken? Natuurlijk met mijn gemstone gel. Ik heb ook nog een tip. Wat zeg je? Ik heb ook nog een tip. Heb je een tip? Ja. Vertel. Ja, het kan flex, ook met flex, je flex and shine. Flex, ja, and shine. Kan echt. Ja, ja, ja. En nou ik hier sta, neem ik gelijk gebruik van die kans om dat te zeggen. Ja, nee. Had niet anders. Nee, wacht voor jou, Deborah. Dat snap ik. Dat snap jij doet alles met de flex and shine, hè? Snap je. Ja, snap it's magic. Ja. It's magic. Zet er ook mijn haar mee vast. Nou ja, dat dan niet, maar... En je wimpers. Ook, en ja, alles, ja. Alles. Je moet wat in je leven. Ja, precies. Nee, het is echt hè? Een geweldig product. Absoluut. Goed. Voor alle anderen. Nee hoor. Het kan ook met de flex and shine. Maar ik doe het nu met de gemstone gel. Ik pak wat aan mijn detailen 3. En ik leg dit even zo uit beeld. Ik leg mijn gemstone gel de druppel daar waar ik mijn strasjes wil. Kijk, en dit is gewoon gezelligheid. Maar ik vind dat hier ook nog wel wat leuks zo meteen kan. Ja. Ja. Ik ben het eens. Ja, hè? Ja, 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 ja. Weer. Ja. Oké. Okay. Nu is het wel even belangrijk. Ik werk nu zonder die Waxensio. Dat mijn penseel wel lekker schoon is. En in ieder geval vrij van product is. Want anders zullen mijn strassteentjes niet zo goed werken. En niet zo mooi blijven glanzen. Dat wou ik zeggen. In het midden mijn hele grote van de turquoise. Heel mooi, hè? En dit wordt dan zijn hoofdje. Mm. En dan doen we ook gewoon nog eentje voor zijn lijfje. Zijn staartje. Ja, zijn staartje. En dan hebben we nog wat bullions. Ik heb de zilveren bullions. Maar ja, weet je, blauw is natuurlijk een coole kleur. Dus dan vind ik persoonlijk ja, dit zilver heel mooi. Maar blauw in combinatie met goud is ook prachtig. Ja, en dat zou ook wel passen bij de ondergrond.
Precies, precies. Zo. En dan ga ik eigenlijk al mijn steentjes na. Nou, Ingeborg zegt mooi. Nou, heel fijn. Heel mooi. Ja. Oké. Okay. En wederom zonder die bril. Jongens, jongens. Volgens mij zit ik wel goed, hè? Jawel, ja, dus dan gil ik heel hard naar je. Misschien nog een gezellige hieronder. Gewoon, ja, ja, ik zou gewoon het voor de fun. Ja, ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Dat doen we dan in de lamp. Gemstone gel vraagt natuurlijk ook 1,5 minuut uithardingstijd. En zeiden we al, hè, gezellig, we willen nog wat witte details hebben. Mm-hmm. Dus ik moet een beetje light coconut, ja, denk pakken. Ik wel. Ja. En een beetje liner gel white pakken. En ik pak dat op met mijn tool. Spannend. Even een beetje. Ga ik eventjes kijken. Ja. Waar, ja, kan ik hier? Kan ik hier? Ja, dat kan. Oké. Zo. En dan doe ik ook nog even een nail wipeje pakken. Ja. Oké, doe ik dat even afvegen. Want ik wil natuurlijk geen liner gel in mijn... Nee, dat snappen wij. Dat snappen wij. Oké, doen we die zo even daar doorheen. Dit is echt een yesvlinder van een andere planeet. Wat zeg jij? Dit is een yesvlinder van een andere planeet. Ja, dat is van de pigmentplaneet. Ah, wat lief. Debbie Dussel, ja, zet je bril op, schat. Zie het, ja. Super lief, super lief. Maar dat is het niet. Als ik mijn bril opzet, dan valt zie van het ik niks neus. Meer. Ik schaam me echt niet, hoor. Nee, maar ik zie dan niks meer. Ik zie dan heel wazig. Dus ik moet hem echt af, wil ik scherp beeld hebben. Dat is heel gek, maar dat is een bril voor dichtbij. Dan heb je dat. Mm-hmm. Maar super lief, dank je wel. Zo'n varifocusje is misschien zo handig. Zeg je? Zo'n varifocusje kan misschien handig zijn. Ja, maar dat vind ik dus weer niet fijn met werken. Oh. Want ik wil eigenlijk, ik wil dit hebben. Ah, ik dit zie als ik mijn bril op heb. En zo'n varifocus is toch dat je meer dit eigenlijk, hoe iemand behoort te werken. Maar ik zit het liefst zo. Ja. Oké, mijn strasjes die zitten, ik heb nu even 30 seconden gedaan, maar strakjes doen we de volledige uithoudingstijd. Want die witte details, die gaan we nu maken. Ik heb dat mixje al klaar. Check even of mijn penseeltje ook goed schoon is. Want anders wordt mijn wit natuurlijk niet wit, hè? Nee, nee, dan wordt het een beetje blurry. Dat willen we niet. Nee, dat willen we zeker niet. je kan ook een leesbril nemen, hoor ik net. Ja, dat is dit namelijk. Oh, dat is het. En ik gebruik hem eigenlijk zie, een beetje ik heb geen als loep. Van. Zo. Oh. Oké. Dotskies, little dotskies. Het is ook dezelfde kleur als je penseel. Matching. Yeah. Ja, heel bewust gedaan dit, hoor. Echt. Oké. Kijk, als je dit nou spannend vindt, dan kun je natuurlijk ook met je dotting tool kleine stipjes maken. Maar spelen met het puntje voor grote en kleine stipjes. En een beetje grillige stipjes, niet perfecte rondjes. Dat vind ik dan weer leuker. Nee, maar dat is ook leuker in zo'n speels design. Ja, toch? Ja. Nou, misschien daar nog één. En zo ga ik eigenlijk mijn hele vlindertje rond. Misschien daar nog wat. Ja, dit maakt de vlinder, hè? Ja, hè? Ja. Ik vind altijd zodra die kleine witte stipjes erop zitten, dan is het af. Ja, dan is het de vlinder. Ja, ja, ja. Daarvoor was het een panter. Ja, precies. Ja. En daarvoor een tijger. Ja, precies, precies. Dus snap je? Ja. Zo moeilijk is het niet, nee, hè? Kijk, nee. Nou, vlinder. Ja, oké. Okay. En doen we hier misschien nog leuk. En daar. En dan doen we daar. Zo. Ik sla ook altijd door met die dingen. Ja, wanneer moet je stoppen, ja, hè? Dat is, weet ik, dat is niet te doen. Stoppen. Nee. Stoppen is sowieso al vrij lastig. Klopt. Dat vind ik ook altijd met, gaan we weer, pantenvlekjes. Ja, vind precies. Vind ik ook zo lastig. Wanneer stop je, hè? Ga ik even kijken. Want ik heb natuurlijk aan die kant misschien ook een paar witte vlekjes die ik nog zie. En misschien dat ik die dan pak en dan doe ik die ook wit. Ah joh, hè? Een doodzetter zegt, die brillen al jaren, een bril zo blind als een hol, maar nu moet ik hem dus afzetten als ik ga lakken of schilderen. Dat is toch wel grappig. Ja, het is wat, hè. Oké. Hey. Ja, ja. Hij is klaar. Wow. Echt? Mm-hmm. Hij is echt klaar. Oké. Want, ja. 1,5 minuut moet hij dan officieel, hè?
Maar ja, na 30 seconden kunnen jullie hem wel zien. Kunnen jullie hem wel bekijken. En dan kan ik jullie ook laten zien hoe mijn Miu beertje... Zegt dat eigenlijk wel goed? Miu of is het Me-to-you beertje? Miu? Ja. Miu? Dat klinkt heel nu als mihoen, wat je nou zegt. Ja, dat is ook heel erg lekker trouwens. Ja. En weer hebben we het over eten. Weer, het ja, is toch altijd. Het is een eeuwig terugkomend onderwerp. Ah, het is gewoon een leuk beertje. Leven. Het is gewoon een leuk beertje. Precies. Het is gewoon een leuk beertje. Ja. Nou, in ieder geval, ik vond het dan ook nog heel erg leuk. Ik laat jullie even het eindresultaat zien. Van deze vlinder. Nou, super gezellig. En leuk die strasjes in het midden. Maar als ik nou hierboven nog een beetje opvul en misschien hieronder nog een beetje opvul, gewoon omdat dat gezellig is, gaan we door naar die. Oeh, yes. Kijk. Ja. Kijk. Mm-hmm. Hè? Ja. Dan wordt hij al gezellig, hè? En hoe? En als we nou dat kleine, schattige beertje er dan bij pakken. Ik ben heel benieuwd. Wordt dit een 3-2-1'tje? Waarschijnlijk. Ja, maar er komt er nog één bij. Ik zet hem even zo. Exciting. Zo. Kijk, want dan loopt de vlugel leuk door. Oh, wat leuk op zijn oortje. Ja, leuk hè? Ach. Wou eigenlijk op zijn neusje doen, maar dat vond ik dan te... Dan zag je zijn oogjes niet meer. Precies, precies. Ja. En dan vond ik het wel leuk, want deze vlinder is dus met pigmentjes gemaakt. Mm-hmm. En die flakes, hè, daar kunnen we niet zonder, hè? Ja, prachtig. We moeten misschien een beetje heen en weer bewegen. Want dat groen ook van die bladeren eronder. Ja, deze bloem is ook gemaakt met de Fashionista collectie. Dus met die Broke But Happy heet die. Ja, ja. En dat die roze is die paarse, hè? En Shop Till You Drop. Till You Drop. Ja. En dan een beetje glass polishes. En natuurlijk de neon green glass polish. Kan ik niet zonder. Nee. En dit is de Broke But Happy. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat we hier hebben gedaan met het blauw, hebben we hier met het roze gedaan. Ja. En dan die mooie magenta kleur die je ziet, dat is dus de Glass Polish Red. Heel mooi. En hier zitten pigmenten in Unicorn Pink, maar ook Chameleon Flakes. Ja, je ziet het er doorheen. Leuk hè? Heel tof. Is het dan ook nog leuk, stel je doet die vlinders als glans en de ondergrond mat? Ja, tuurlijk is dat leuk. Komt het nog meer kaboom natuurlijk, hè? We hebben natuurlijk ook met de vlinders, daar heb ik ook nog wel andere voorbeeldjes van. Oh, wilden we dit even screenshotten? Ja, natuurlijk. Oké. En even voor Gil, niet heel te hard. Nee. Oh, niet zo hard. Okay. Nee, niet te hard. Oftewel, ja? drie, twee, één, screenshot. Klik. Ja, oké. Okay. Nou, en dan hebben we die vlinders. Die heb ik. En misschien hebben jullie die wel eens gezien. Ja. In andere kleurtjes. Maar tof, die ondergrond ook zo. Ja, leuk hè? Is dit met de verf? De Masterpaint. Masterpaint. Nee, dat is ook dezelfde techniek als wat ik nou heb laten zien. Alleen andere gel polishes. En hier zie je ook lekker fel hè? Ja. Dit is dan uit de cocktailcollectie. Ja, ja, ja. En ja, weer hè, die neon green. Hier Mega. Heb ik echt met de glass polish gewerkt. Echt heel mooi. Oké, okay, toffe collectie ook zo. Zeg je? Hebben we nog een screenshotje maken ervan? Denk, toch? Ja, wel. Even gewoon, hebben mensen een beetje ideetjes. Oké. Okay. Ja, een okay. Drie, een twee, een één. Screenshot. Oké, okay. Yes. Nou, ik had nog een paar voorbeeldjes. Laat ik die dan... Want ik maak best wel eens vlinders. Ja, heel lieflijk, maar ik maak dat wel eens. Dit is ook een hele gezellige. Kijk, pantervlek, hier is ik hou ervan. En hoe leuk is dat in een setje? Weet je, de kleur komt dan weer terug. Absoluut. In je design. Maar cool, met die oranje zo ernaast. Ja, dit is de Burning Orange. Heel mooi. Nice, hè? Ja, echt heel tof. Dit heeft mijn dochter ook als set gedragen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar past ook zo mooi bij de kleur. Ja. Zo, heel zeker, mooi. Zeker, zeker. Oh, heel moet hij ook ja, doe maar niet? Even alles gewoon. Heel vet. Oké. All right. En één, een twee... Een drie. Een screenshot. We gaan steeds zachter. Want Gillian zegt anders. Ja, dit, hè? Nou ja, deze kunnen jullie misschien nog wel herinneren. Die heb ik toen laten zien met de One Coat Color. Heel vet. Er was ook een workshop. Hartstikke leuk. Kijk hem terug. Kun je vinden op YouTube. Magnetic Nail Talk heeft onze pagina. Met folie, hè, schat? Met folie. En nou ook een beetje glas. Ja. Heel mooi. Ook leuk. Ja. Natuurlijk leuk, leuk om even te laten zien. Prachtig. Dus, oftewel, we moeten daar ook even een foto van trekken. Yes. All right. Jij mag aftellen. 3, 2, 1. Screenshot.
Nou, prachtig. En last but not least. Yes. Ik bedoel, iedereen kent me wel een beetje. Ik ben niet van de sweets en de cute. En ja, ik hou een beetje van badass. Mm-hmm. Dus dit is meer mijn stijl. Oh, vet. Ja, het zijn vliegende creatures. Ja. Zijn dan geen vlinders, maar hè, motten. Ja. En, motten. En een leuke skul in het midden. Ik hou ervan. Maar wist je dat die ook echt bestond? Ja. Ja. Nou, niet met die skul. Jawel. Ja, ja, oké. Okay, ja, dat is wel waar. Ja, ja, dat klopt trouwens. Die bestaat. Ja, 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 ja. Heel goed. Ja. Echt heel gaaf. Nou, het wordt wel heel erg leuk, want deze heb ik volgens mij, hè Gil, heb ik opgenomen als demo. Die komt nog in onze Nail Talk Live show. Oh, wat tof. Ja. Heel gaaf. Oké, dus dan doen we. Die rechter is een soort kever. Ja. Er zitten ook allemaal pigmentjes in, unicorn ja, pigmentjes. Ja, het glimt als een gek. Heel erg gaaf, leuk om zeg te maken. 3, 2, 1. Screenshot. Mooi, mooi, mooi. Yeah. Moet je even allemaal bij elkaar leggen, Jessie. Oh ja, maar Pepijn doet dat altijd. Ik weet niet of we kunnen uitzoomen. Leg maar gewoon bij elkaar. Gil komt eraan. Weet oh, je? Gil. Ja, Gil is magic, echt vanavond. Die rent de hele studio door de hele tijd. Hij is zo goed. Hoor. Hij is low. Lekker hij bezig, die jongen. Heerlijk. Kijk eens even. En doen we het dan zo? En dan die drie ertussen nog? Ja, denk dat denk ik wel. Wordt het dan een beetje druk? Kijk hoe mooi. Oh, kijk nou. Is toch helemaal te leuk? Hu. Oké. Dan zet ik mijn bril even op, want ik kan het niet meer zien. Grapje. Oké. Okay. Ja, vet. Al die ondergrondkleuren ook allemaal zo verschillend. Heel leuk. Nou, ik zou zeggen. Oké. Okay. Een, twee, één. Screenshot. Heel, heel mooi. Gaaf, hè? Nou, dat was hem. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren en dat jullie het leuk vonden om in plaats van Celina mij achter de tafel te zien. En ik kijk heel erg uit naar jullie huiswerk natuurlijk. En daar geniet ik altijd enorm van. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om te zien, ook de groei van mensen die ik zie. Vind ik zo leuk. Dus ik ben altijd enorm trots op each and every one of you. En can't wait. Heel erg bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt, Deborah, dat je hebt kunnen invallen. Want het was even spannend, hè, vanochtend. Mm-hmm. Ja. Werd vanochtend wakker dat ik dacht, nou leuk, ik ga presenteren. En een uur later, jij moet live. Oh my god. Dus het was echt een stressdag vandaag. Maar we hebben het gedaan. Mm. Hartstikke blij. Maar dus stress is geen stress voor super bedankt, Deborah. En natuurlijk super bedankt, lieve Gillian. Nou, en Pepijn en Cornuiten, lieve mensen. Heel veel succes en plezier in Duitsland. Het is super fijn dat jullie even hebben meegekeken. En graag tot de volgende keer maar weer. Doei, doei. Nou, jij bedankt Jess voor je hele supersnelle omschakeling vandaag. Van eigenlijk naar presenteren. Nou, in één keer live een demo in elkaar flatsen vandaag. Ik bedoel, je moet het maar kunnen. En Jess, die had ze flats dat nog even, om dat maar op terug te komen. Dus onwijs super bedankt. Maar niet in Brabant, hè? Ja. Nee, precies. Dan mag het. Dus onwijs bedankt dat je dat zo snel hebt willen doen. En Gil natuurlijk achter de schermen. Bedankt voor je supersnelle interacties vandaag. Je hebt alles echt weer toppie ja, gedaan. Absoluut. En uiteraard, volgende week, maandag, ben ik er met de workshop Cat Eye. Niet vergeten, gewoon dezelfde tijd, 8:00, Nail Talk Live, maandagavond. En voor dan wil ik zeggen, onwijs bedankt voor het kijken. Het was echt een superleuke avond. We hebben prachtige designs weer mogen zien van Jessie. En we sluiten hem af met een hele prachtige reclame. Maar tot voor dan. Tot gauw. Tot Nail Talk Live. Doei doei. Doei doei.